PSV is op ziekenbezoek geweest. De selectie bezocht maandag verschillende ziekenhuizen in de regio en vulde de tijd met patiënten op verschillende manieren in. Niet iedereen hier is ook ziek. Iedereen heeft zijn eigen probleempjes. Misschien de een heeft wat overgewicht, de ander die heeft een operatie gehad en die is daar herstellende van. Nou ja, in principe is het natuurlijk altijd goed om iets bij te dragen aan, aan de gemeenschap. En, mijn moeder was ziek geworden afgelopen zomer. Had ze een alvleesklierontsteking. Ineens plotseling kritiek. Dat was even schrikken. En dan komt wel een besef van ja, als je iets terug kan doen bij de mensen zeg maar, die het iets minder hebben en iets zieker zijn, is het gewoon heel leuk. Om Bob zijn hoofd nu aan te zitten. We hebben net gebasketbald met Jeffrey. Hoe ging dat? Goed. Hoe was Jeffrey? Deed hij het een beetje goed? Ja, het ging heel goed. Ik hoorde net een jongen die er heel erg naar uitkeek dat wij kwamen. En dat hij super blij is om de spelers van PSV in het echt te zien, zo dichtbij. Dus ja, dat probeer je voor elkaar te krijgen, dat je zo iemand blij maakt. Ik ben in het hospital. Ik ben heel blij again. Happy to see jongen, kinderen in het hospital. Springtouw. Nee, it's not this. I can make a demonstration. Short demonstration. Yeah, short. Introduce it. You need to kijk my feet. Just spring. Be careful for this. This every day, you know, man. It's like this training. Very warm. Yeah, it's good. Hoe is dat met die kinderen vandaag, zo'n middag? Ja, leuk. Die kinderen die hebben heel veel plezier, zie je. En het is een mooie ervaring om mee te maken. Ik hoop dat die kinderen een leuke dag hebben gehad en dat ze naar de rand kunnen zeggen van ik vond het echt geweldig. Come on, girl. En na een uur vol spelletjes was er ook aandacht voor serieuzere zaken. En bekeken Bruma, Zoet en Izimat de couveuse afdeling. En dat maakte zichtbaar indruk.